En uit de onbevruchte eieren komen de mannetjes. Ach, dat is knap. Ja. Ja, maar ze hebben dat is dat ik ze het eigen zo ja, ja, ja. Natuurlijk weer. Ze hebben een geweldig leven, want ze hoeven alleen maar te vliegen en ze worden gevoerd. Wat probeert die daar beneden? Alleen in augustus worden ze allemaal afgeslacht. Wat probeert die beneden dan net? Is hij dood? Is hij dood? In augustus afgeslacht. Ja, ja. Die hond ook daar, dat de andere helft wel. Ja, want daar ben je ook weer. Ongelukkig, hè? Ja, dit is allemaal. Ja, dit is een hele grote zaag, doet hij dit. Elektrische zaag. Ja. Ik kan niet. Pioenrozen, mooi. Wauw. Mierenbloemen. 10 takken, 57. Ik ben niet aan het foto's maken. Pak jullie dan in, jongens? Hoe komt dit uit? Zouden we dat smeren, dus het lekker smaken aan? Ja, kijk eens. Hij vindt ze niet lekker, want anders wil ze niet uit. Hé, Jantje. Ja, apparaat staat op. Dan wordt hij geel, maar dan komt je boter niet. Dat is net als slagroom, zeg maar. Ja. Oh ja, als je te lang door. Ja, ja. Je mag gewoon zeggen, nou, klaar, geen boter, dan moet je voor 100% gaan. Ja. Ja, dat is één keer in de gelijk. Ja, bekijken. Dan gaat u draaien of zo. Ik ga maar kleine stukjes maken, want anders dan krijg ik hem niet weggezonden. Wil jij even draaien? Draaien. Laat maar draaien, eerst deze vier in elkaar.
gewoon niet strak. Van 16 touwtjes ga je naar 4 toe. En als die strak genoeg is, dan komt het naar jou toe rollen en dan wordt het 1 touw. Zorg dat hij niet overkomt staat. Gewoon daar tegenaan. En ik zeg wel als je naar mij toe. Ja? Klaar. Even opletten aan deze kant. Op de lijn, trek de posters aan deze kant op en uit. Loop zachtjes, zachtjes. Ja, ga maar plek, loop zachtjes. Ik geloof dat die 4 touwen, dat wordt nou 1 touw. Hé? Een fabrieksmaat tegenwoordig, hè? Maar er zijn nog een paar, hè? En nu zullen we bij datzelfde eentje proberen. Ja, laat kijken. Laat. Rustig aan. Laat hier altijd een club uitzoeken. Zo. Kijk, en nu gaan ze wel. Heel goed. Heb je weer mensen voor? Oké, dan zullen we maar een heel groot applaus voor deze kinderen. Maar, kinderen komen hier niet in, hè? Luister, Johan zet die ganzen naar links neer, ja? Waar wil je zetten die kant? Een beetje naar de linker, naar die kant, Johan. Ja? Dan gaat de hond weg, dan je hond gaat luisteren. Dan moet je proberen om de ganzen over de brug te drijven. Dan zet Johan even de hekkentjes aan de andere kant. Dus dan mogen ze van die kant achterop. Dat is iets makkelijker voor jullie. Maar ze mogen de cirkel. En breng ze naar de brug. Kijk eens, door allemaal gaan ze nou.